Zullen we nog één karakter doen? Dan pakken we Brawler en dan hebben we alles tot de mage hebben we gehad. En dan kunnen we... Als ik dan de volgende keer doe, dan... Ja, dit is meer... Weet je waar ik trouwens Brotato iedere keer denk mee door de wacht te halen met... Hoe heet het? Met... Daar ben ik de naam van die game kwijt. Broforce. Broforce is ook echt een net een gekke game. Misschien moet ik die ook nog wel eens een keer op het kanaal doen. Misschien is dat niet eens zo'n heel slecht idee. En ja, wat ik zeg, ik denk dat het echt wel... Range damage kan we sowieso niet doen. Dat is een min 1, toch? Ja. Nog. Nog min 4 te gaan. Dan. Hoe zou je min 4 HP generation betekenen? Dat je bijvoorbeeld per item minder heelt? Zeg maar dat je. Als je normaal gezegd 10 hield van dingen dat je dan maar eentje hield of zo. Turret is altijd goed. Nope. Oh, wacht even. Ik vraag me nou net iets af eigenlijk. Moet ik eens even nakijken zo meteen in de pauze. Wat is dat ding dat omhoog gaat? Harvesting? Wellicht. Ik heb echt geen idee. Ja, nou pakt hij hem wel. Waarom heb ik toen net die stick dan niet gepakt? Dat is raar. Volgens mij moet ik ook wel elemental damage hebben om dat ding aan te hebben trouwens. Dus heb ik mijn eigen daar ook al een klein beetje mee vastgezet, maar dat zien we dan weer wel. Ja, dat is harvesting die omhoog gaat iedere keer.
Elemental is... Ik kan die en die kiezen en dan zou het... enigszins moeten werken, denk ik. En anders dan moet ik zo meteen gewoon even de... zo te zien werkt het gewoon niet. Dat is ook wel een beetje mijn eigen schuld hoor, laten we dat daar over gaan. Ik verwacht duidelijk te veel van mezelf. Het is een beetje zonde ook dat de tweede run, dus de tweede video, dat het eigenlijk gewoon mijn beste run tot nu toe is. Het vervelende is ook, als ik inderdaad per run ga doen, dan weet je gewoon al dat het... deze gaan we gewoon braaf recyclen. Take one damage per second does not give me an aid, dog. Hey, a spear. Toen was er niks meer. Okay, harvesting. Harvesting in combinatie nu met wat ik nu heb, zou echt wel veel meer sprinkers moeten opleveren normaal gezien. Helemaal als ik straks eventueel de boom trinkers kijk, dan zit ik al helemaal goed. Oh boy. Oh boy. Luck. Armor. Yes. Turret erbij is nooit kwaad, kan nooit geen kwaad. Yes, jou moet ik hebben dan. Dit is spier 3, hè? Ja. Ah, ik heb geen... Dan zullen we die lokken. Ik kan hem ook, wat ik zeg, ik kan hem ook veel accessible maken door HP van de vijand, etc. en mijn damage omhoog te gooien. Maar ik denk dat het zeker wel, als ik het zo probeer eerst, dat dat veel beter is dan dat ik maar een beetje blijf rondhangen. Anders zeg maar. Weet je, dan... Het moet uiteindelijk toch allemaal ergens toe leiden, weet je. En, sure, ik kan in mijn eigen vrije tijd wellicht... en dat is wat ik met Isaac doe natuurlijk, hè. Enigszins... De dingen... Oh nee, dat gaan we niet doen. We zijn helemaal gek. Doe nog een spear. Ik moet altijd kijken wat ik doe. White flag.
misschien. Natuurlijk hebben we net hier die speer. We gaan die combinen. Die combinen. We gaan die combinen. We hebben nog maar 3 wapens, dus ik hoop dat dat voor... Ik geef heel eerlijk toe dat het voor Wave 9 misschien een beetje te enthousiast is geweest, maar... Ik hoop dat de damage zich wel erin terugbetaalt, zeg maar. Op zich... Voorlopig. Maar ja, hoe lang hou ik dit vol als ik het zou doen? Weet je, oh boy, oh boy, oh boy, 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 boy. Ik heb 8 seconden volhouden. 3, 2, 1. Ik denk ook niet dat dat echt ook maar een seconde eerder had mogen komen. Later had mogen komen. Ja. Minder vijanden. Ik weet dat het saai is, maar... In combinatie met de XP gain zou dat niet al te lastig mogen zijn. Wat zijn de... Het moet niet te hinderlijk zijn, denk ik. Het werkt natuurlijk ook wel dubbel, hè? Want je krijgt niet je XP, maar je krijgt ook je... Je hero krijg je niet per definitie zomaar 1, 2, 3. Uh-oh. No! Darn it. Why? Ik speel het, weet je wat het is? Ik speel het eigenlijk gewoon te voorzichtig en te onvoorzichtig. Als dat kan, tenminste. Dat kan vast wel. Maar goed. Voor nu laten we het hierbij maar. En dan... de volgende keer dan... Wauw. Dat is lastig. De volgende keer dan zien we wel weer hoe, wat, waar. Misschien dit wel, misschien iets anders. We zien het dan wel. Tot dan.